samen gaan maken bij deze gloednieuwe aflevering van Beer Factory. We gaan vandaag verder doen met Beer Factory. We gaan onze eigen bierbrouwerij starten. En hopelijk voltooien tot een goed succes en een goede Beer Factory. We gaan weer kijken wat wij allemaal moeten gaan doen. Refine one mail bag, some stuts and the crane. Dus refine one mail pack. Moeten we heel eventjes wachten. Moeten wij hem ook aanzetten hier. Dan gaat hij hier door doen. Moeten wij deze door doen. En dan moet ik heel eventjes kijken. Zijn er hier al mail packs in? Die kan refinen, ja. Blijkbaar gaat dat niet helpen. Oké, goed, maakt niet uit. Heel eventjes deze ook aanzetten terug. Nu werkt de muziek wel weer. Gaan wij een forklift gaan kopen. Twee. Moet ik heel eventjes kijken, want mijn beeld is niet goed. Mijn geluid staat niet goed. Minuutje. Ik heel eventjes zo doen, system. Mijn microfoon staat hier ook niet goed. Ik hoop dat we echt geen verschil gemaakt hebben met andere afleveringen, anders ben ik echt zwaar fucked. Deze moet op game komen. Yes. Dit is beter. Dus, find the first fork. Ik weet dat er hier een vork staat. Assembly at fork. En ik weet dat het daar... maar gezien... Binnen lag er normaal één, maar blijkbaar ligt die buiten nu. Nee, die ligt wel binnen, hè. Ja, hier. Ik zie volledig verkeerd, denk ik. Export your first production. To do this, place your pallet full of the research you have refined in a truck of pickup. Using the forklift. Ja, maar dan moet ik eerst een... Dan moet ik eerst 18 grain mills. Of crushed mills hebben. 18 stuks. Hier zitten nu op... twee, vier, zes, zeven. Ja,
Dus 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien. Drie, zes, negen, twaalf, vijftien, achttien. We deze zo doen en mijn muziek is ook weer vastgelopen, dus dan is het nog een keer een aflevering zonder muziek. Heel spijtig dit, want het kan niet anders. Zo. Dan moeten wij naar onze computer. Ja, ik ga nu deze computer pakken, maar het ziet nu niet uit. Contracten en validaat. Find a bottle of gas. Die staat hier namelijk. En refill de forklift. Is nog niet per se nodig, maar kan wel handig zijn. Buy a slot pallets for pallets you need. Ik wik. Nu weet ik juist niet meer welke knop dat was. Die moet ik heel eventjes terug gaan zoeken eigenlijk. Toolbox E. Build menu is tab. Nee, dat is niet tab. Dat is management mode. Wacht. Yes, dat was. Dat was dat. Juist. Deze moest step zijn en deze moest die zijn. Waarom kan ik dat nu niet opslaan? Omdat er nog ergens een combine main menu. Yes. Load game. Moeten wij weer binnen gaan? Ja, dat is heel goed beveiligd, jongens, onze Beef Factory. Dus elke keer als wij
ja, zo gezegd uitloggen. Maar ik heb mijn toolbox nog niet. Wacht. Dat was een pallet slot dat ik moest hebben, zeker, ja. Switch to the management mode. Create a new link. Valida. Hide the worker on the computer. En dan gaan wij een werker moeten. Employees hire. Dat is een level 1 werker. Die komt hier binnen normaal. Assign workstation. En dat moet ik dan gaan doen aan de... aan deze. Finish the construction and unlock the brewery in the underground. Alleen in de underground ga ik nog niet kunnen doen, aangezien ik nog niet genoeg geld heb. Dat is namelijk deze. En dat is 1100 en we hebben momenteel 3345. Dus met andere woorden... wat wij eerst moeten gaan doen is heel veel opdrachten gaan accepteren. Dus wij kunnen een contract gaan accepteren. Waarbij dan wij 21 stuks of 19 stuks eigenlijk nodig hebben voor melted grain. Dus dan gaan wij die lekker gaan doen. Onze werker is normaal gezien al... nee, blijkbaar niet. Ik dacht dat onze werker bezig was met ons crane in onze dingen te gooien, maar blijkbaar niet. Omdat mijn pallet niet goed staat. Respawn vehicle maar dan. Ik weet niet wat er daar misgaat, maar... er gaat iets mis met de game.
zijn jij bezig, oké. Laten we heel even die vuilzakken ook weg doen. Ja, bijna. Ik weet dat er zometeen een... dat er ook nog inspectie langskomt. Ja jongens, er komt een inspectie langs om te kijken of dat onze industrie clean en netjes is. Dus daar moeten we ook gaan zorgen dat alles eigenlijk proper is. Dus alle vuilzakken moeten weg zijn. Alles moet eigenlijk proper zijn voor die werker, die inspecteur. Dus bij deze een inspecteur. Triste, want het is een vrouw. Ik heb hier normaal nog koffie, die is al weg ondertussen. Dacht ik al. Ik moet heel eventjes een koffietje drinken. Geen vuilzakken meer. Dus het is goed. Ik heb geen werk meer. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dit is mijn volgende objective. Dus. De reden waarom ik dat hier even ga zetten, jongens, is gewoon puur en alleen. Was soms heel hard game aan glitchen is. Wauw. Damn. Die was even heel hard aan glitchen die. Moeten we hier valida doen. Kunnen wij dan een... Nee. Nu moeten wij 20 seconden wachten. Alleen wat ik wel ga doen is... Oké. Dus eventjes dit gaan doen. Dus eventjes 2448 gaan bestellen terug. Kunnen wij al een nieuw contract doen? Wij kunnen al een nieuw contract doen, namelijk. En kunnen wij eventueel nog een employee gaan aannemen?
Wij kunnen ook nog een employee gaan aannemen. Wil ik heel eventjes kijken met die employee. Voor hem ook een upgrade te geven. En dan kunnen wij hem... moet ik heel eventjes denken. Kunnen we hem hier aan assignen. Toch? Nee, blijkbaar niet. Oké. Kunnen wij deze man gaan upgraden? Hij mocht gaan cleanen, hè? Dan moet ik even die doen. Hup, clean. Waar is mijn cleaner? Die is daar. En nu moet ik heel eventjes heel snel proberen die dingetjes uit te laten. Kunnen wij zorgen dat wij eventjes die gast dat daar staat aan het werk zet. Kunnen we daarna nog 16 van die... Moeten wij 16 van die dingen gaan doen. Stond niet goed, blijkbaar. Zo. Dus dat is 1. Mijn pallet gaat weer vliegen. Op
een of andere vage reden. Dat is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 15. Ik weet niet wat er hier gebeurt, maar glitchy as fuck. Kom op. Die dingen zit vol, zeker. Ik wil even, even opzetten dat die volledig. Maar. Serieus? Wat de hel is er aan de hand hier? Yo, dat gaat weer gaan glitchen. Oké, okay, als de game echt te veel gaat glitchen, jongens, ga ik denk ik wel een andere serie starten. Want ja, dan is het echt ook wel niet leuk om te doen eigenlijk. In het begin heb ik er nooit echt problemen mee gehad dat die zoveel aan het glitchen was. Maar blijkbaar hebben ze een update uitgevoerd waardoor die weer gigantisch aan het glitchen is. Oké. Okay. Ik vind heel knap eigenlijk, dan ze dat zo slecht gevorderd is eigenlijk. Ik zie wel een leuke potentie in de game. Alleen dat hij zo hard kan glitchen elke keer, vind ik wel heel knap eigenlijk.
met een paycheck, valida. Nu kunnen we twee contracten opstarten. Dus ik vind het al heel goed eigenlijk dat we twee contracten kunnen opstarten. Want dan kunnen wij zo meteen extra veel geld gaan verdienen. Nu, wat ik ga doen, ik ga gewoon nu vol een bak grain gaan naar beneden gaan laten vallen eigenlijk. Of ja, gaan refinen in principe. Wanneer dat mijn pallet eigenlijk vol ligt. Dan ga ik gewoon zo meteen de pallets gewoon verdelen onder de contracten zeg maar, dat ik nodig heb. Ik heb nu toch redelijk wat pallets hier al staan, dus op zich kan dat wel goed komen, denk ik. Ja, dat was één pallet. Hier had er iets mis met... Die pakt het op een of andere manier niet van de dingen. Van de andere kant. En omdat die nummer geassigned is of... ik heb geen idee, dat is nummer geassigned blijkbaar. Ga weer vliegen. Kun ik hierop geassigned worden of niet? Ja. Yes, dan wil ik nu heel eventjes mijn andere werker, voor mijn andere werker staat nu hier te niksen. Wil ik u gaan assignen aan mijn andere werkstation. Want dan heb je namelijk ook iets te doen en ben ik u niet aan het betalen voor geen kloten te doen. Moet ik enkel kijken, want... Ik kan twee contracten accepteren. Ik heb hierbij 28 en 19 is 38. Plus 9 is 47. 47 is nog een keer 48 nodig. Vier, 12, 16, 20, 24, 28. Dus dat is één pallet die volledig vol zit dan. Dus die kan ik al laten verzenden. Het zijn maar 24. En ja, het zit maar 24 op één pallet, just. Ups. Wat had ik vergeten.
Heel eventjes mijn kleine forklift pakken. Nee, ik ben al onderbij. Rustig aan. Zo. Zo. Dan kan die vrachtwagen ook weer weg. Kan ik eventueel zometeen nog een nieuwe vrachtwagen laten komen? En er 4. Zo, dat zijn er 28 dan. Nou gaat het zo wel vrij snel gaan. Dan ga ik hiermee wel de aflevering gaan afsluiten, jongens. Dat zijn nu 2 pallets die we kunnen gaan volbrengen. Dus 2 pallets 2 keer valida kunnen gaan doen. Zo. En kunnen wij dan al iets gaan upgraden? Wij kunnen de ondergrondse brewery kunnen wij al gaan kopen. Is dit al slim? Langs de ene kant ja, langs de andere kant nee. Dus ja, ik weet nog niet hoe dat ik het ga doen. Er zijn nog een aantal zaken namelijk die me eigenlijk moeten gedaan worden. Dus
gaat ervan afhangen. In ieder geval, ik ga wel hier bij de aflevering afsluiten, jongens. Dus ik zou zijn, hoop ik heb genoten van de aflevering. Hopelijk zie ik hem graag vond bij een nieuwe aflevering van Farm Simulator 2. Van Beer Factory Simulator. En dan zie ik hem graag vond bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg voor nu, zoals altijd, bye.